Welkom terug, Adoptiekerstboom 5260. Je bent ietsje gegroeid. Kan je me even laten zien? Ja, dat is de kerstboom, zoals die dus uh, drie jaar lang bij Huizenkamer bezorgd is, of in ieder geval binnen is gekomen, jullie moesten hem ophalen. Hè? Een Adoptiekerstboom, wat was nou het mooie aan die Adoptiekerstboom? Dat hij ook jaar terugkwam en dus eigenlijk een beetje een huisvriend werd. En was dat zo, Mathilde, jij bent uh, dochter van uh, Claudia. Hè? Uh, was het echt een leuk weerzien iedere keer? Uh, ja, we stonden eigenlijk. Ik, ik wou altijd mee om hem op te halen. Want ik wou eigenlijk altijd als eerste zien hoe, hoe ver hij was gegroeid. En of hij al nieuwe takjes had en zo. En um, ja de rest die stond altijd bovenaan het schap te wachten, van oh daar is hij weer. En ja, we waren ook altijd wel van, ja is het wel dezelfde, maar dat was het wel altijd. Dus, dat je was wel een beetje bang dat je genept werd. Ja, dat wel. Ik ging wel vergelijken met de foto van het jaar ervoor altijd. Ja. En, waar, en dan herkenden jullie hem wel? Nou, we dachten dan dat we hem herkenden, toch? Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. En jullie hebben hem ook een naam gegeven, geloof ik, hè? Ja, Casey. We konden niet echt een naam bedenken, dus toen heb ik hem maar zo genoemd. Ja, het is wel een beetje raar eigenlijk, toch? Dat je je zo hecht aan een kerstboom. Ja, dat was niet de bedoeling, toch? Dat ja. ging gewoon zo. Zo gaat het. Ja. Was dat echt zo? Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Want uh, hij is dan van jou, heb je het gevoel. Hij paste niet in onze tuin, anders hadden we hem misschien wel hier gezet. Maar we wisten dat hij dan een tijdje in de bos zou staan. En dan kregen we onze eigen kerstboom weer terug. Nou, hoe was het dan nu je die brief hebt gekregen in september? Dat Casey samen met zijn 149 vriendjes is overleden op een veld in Rotterdam? Ja, dat was wel droevig. Ik was er wel even stil van. Ja, echt? Ja. Ja, ik ook. We kregen normaal gesproken een hele leuke brief van uh, brief van uw kerstboom en uh, ik kom er weer aan uh, met kerst. En dit jaar was het dus een totaal andere boodschap. Wat, wat? ga je dan nu doen? Ga je dan nu weer gewoon een gewone boom nemen? Nee, want dat is hier dus uit en boze. Want uh, uh, wij willen geen uh, kerstboom die de volgende na kerst verbrand wordt of weggegooid wordt. En uh, plastic vinden we ook niet kerstachtig. Uh, dus we moeten weer op zoek naar een adoptie. Kerstboom, we hopen dat we ja, hoog op de wachtlijst terechtkomen. Ja, want het project wordt voortgezet in Rotterdam. Dus jullie gaan gewoon weer voor een nieuwe kerstboom. En dan hopen jullie hem daarna nog jaren te kunnen zien. En hoe gaat die kerstboom heten? Casey...